Welkom bij deze presentatie. In deze presentatie wil ik jullie een inleiding geven in de architectuurfotografie. Ik zal kort stilstaan bij wat het is. Welke onderverdeling is er in de architectuurfotografie? Daar wil ik een aantal voorbeelden van laten zien. Vervolgens kijken we naar het materiaal wat je kunt gebruiken bij deze vorm van fotografie. Wil ik jullie een aantal tips meegeven. En zullen ook nog een aantal namen van beroemde architectuurfotografen de revue passeren, zodat jullie ook inspiratie kunnen opdoen om zelf aan de slag te gaan. Wat is het? Ik heb eens even gekeken op Wikipedia wat voor definitie dat nu er eigenlijk is over architectuurfotografie. Wat mij wel opviel is het onderwerp zo accuraat mogelijk weer te geven. En goed, ga ik vooral creatief met architectuur aan de slag. En geef er ook je eigen inbreng in om er in ieder geval een mooi beeld van te maken. Onderverdeling. Ik heb een volgende onderdeling gevonden. De stedelijke architectuur, landschappelijk, industrieel. En zelf heb ik er ook nog interieur aan toegevoegd. Want ja, ik vind dat ook een vorm van architectuurfotografie. Wat is dat nu precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zal dat proberen duidelijk te maken aan de hand van wat voorbeeldfoto's. Want als je ziet, ook op internet, als je op deze kreten gaat zoeken, dat je toch heel verschillende type foto's naar voren ziet komen. Dus het is zeker niet de steen gegoten, maar het geeft je in ieder geval een idee van de type architectuur die je kunt fotograferen. Nou, kijken we nu naar stedelijk modern. Moderne gebouw spreekt eigenlijk voor zich. Je kunt overzichtsfoto's maken, maar natuurlijk ook wat meer in detail treden om er een wat abstracter geheel van te maken. Stedelijk historisch. Nou goed, historisch zegt al een beetje. De oude gebouwen. Een zwart-wit foto die ik in Brugge heb gemaakt met een shiftlens om alles recht te zetten. En rechts een foto van een kathedraal waarbij ik achteraf de correctie heb toegevoegd om de toren ook recht te zetten. Nou, een wat onduidelijke definitie vond ik civiel. Het heeft in ieder geval met bruggen en civiel technische werken te maken. Dus ik heb hier de Willemsbrug en de Neeltje Jans. Dat geeft in ieder geval een idee van de type landschappelijke civiele fotografie die er zijn. Dan landschappelijk cultureel. Was ook een, wat vond ik een wat vage definitie. Maar wat ik ervan terug kon vinden is in ieder geval dat het met oude civiele werken heeft te maken. Bijvoorbeeld een oude hefbrug of meer oude industriële panden ook. Maar goed, daar kom je toch ook wel weer een beetje op het vlak van industrieel terecht. Maar het geeft je in ieder geval een idee. Industrieel modern. Nou goed, je hebt natuurlijk ook moderne industrie waar je van alles mee kunt doen. Zowel binnen als buiten. Urban, nou goed, we hebben al heel wat urban fotografie natuurlijk op de fotoclub voorbij zien komen. Ik heb hier nog twee voorbeelden toegevoegd. Ook daar heb ik natuurlijk heel veel mogelijkheden om prachtige platen te maken. Interieur, een kathedraal links, maar rechts ook gewoon bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Waar je dus je flink kunt uitleven in de interieurfotografie. Materiaal, wat voor materiaal kun je gebruiken? Nou, ik zou in ieder geval een statief meenemen. Wat is het voordeel daarvan? Je kunt rustig je compositie bepalen, je camera neerzetten, uitproberen. Je kijkt ook beter omdat je gewoon wat rustiger je compositie kan bepalen. Je kunt ook met lange sluittijden gaan werken en een laag ISO. Waardoor je gewoon echt scherpe foto's ook hebt. En ik moet eerlijk toegeven, ook soms ga ik wel zonder statief op pad, maar dan merk je toch dat zeker in de hoeken de compositie niet altijd precies is zoals je ze wil hebben. En moet je dat achteraf gaan aanpassen. Dus wil je serieus aan de slag, dan zou ik zeker een statief meenemen. Groothoekobjectieven. In de range van 15 tot 24 mm. Zelf heb ik een 16-35. Het voordeel daarvan is dat je toch al de mogelijkheid hebt om gebouwen gewoon recht op de foto te zetten zonder dat je dat hoeft te corrigeren. En zeker in interieurfotografie is het erg makkelijk. Daarmee zit je toch vaak in wat krappere ruimtes. En zeker dan in de range van 16 tot 18 mm kun je er goed aan de slag. Je krijgt er wel het idee dat alles te veel groter uitziet. Maar het gaat om fotografie. En ik heb zoiets van, het gaat niet zozeer om een natuurgetrouwe weergave. Maar meer heb ik gewoon een mooi beeld. En of dat nou realistisch is of niet, dat is dan komt dan voor mij in ieder geval op de tweede plaats.
Zo net liet ik jullie al een foto zien die ik met een shift lens heb gemaakt. Ja, de bedoeling van een shift lens is om dus toch hoge gebouwen recht op de foto te kunnen krijgen. Als je het plaatje ook ziet, want op het moment dat jij je camera omhoog doet, ja, dan gaat het gebouw scheef staan. En met die shift lens kun je dat dus corrigeren, omdat je dan het voorste gedeelte van de lens omhoog doet. Daarnaast heb je ook een tiltprincipe. Dat is meer om meer scherptediepte te krijgen, inderdaad, ook als je met de camera omlaag kijkt. Maar goed, ik denk vooral als je dus met gebouwen bezig bent, dat je voornamelijk zult shiften met deze lens. En de tilt wat minder gebruikt. Een nader uitleg over de tilt en shift lens kun je op YouTube vinden. Ik heb wat filmpjes toegevoegd, zodat je die dus op je gemak kunt bekijken van nou, hoe werkt het en wat kun je er allemaal mee. Zelf heb ik ooit jaren geleden een oude Nikon shift lens gekocht, zodat ik toch voor een redelijk schappelijk budget daar eens mee aan de slag kon. En ik moet zeggen, het is leuk om ermee te werken. Het voordeel is namelijk dat je hebt bijvoorbeeld, ik heb dan een 28 mm. Dat blijft ook 28 mm. Op het moment dat je namelijk achteraf een foto gaat corrigeren om een gebouw recht te zetten, ja, dan verlies je gewoon delen van je foto. En dat heb je met een shift lens heb je dat niet. Ook teleobjectieven zijn leuk om te gebruiken in de architectuurfotografie. Vooral om je meer op details te richten of lijnenspel of patronen wat je in moderne architectuur tegenkomt. Daarnaast kom je het ook zeker wel in oude gebouwen tegen. Is erg leuk om mee te spelen. Wat ik zelf ook handig vind is dus een waterpas op de flitsschoen. Op het moment dat jij dan je camera neerzet op je statief kun je gelijk al je camera waterpas zetten. Er zijn natuurlijk ook kamers die als een waterpas in zich hebben of waarbij het wellicht redelijk makkelijk is te zien. Goed, het is geen must, maar ik vind het zelf in ieder geval heel erg makkelijk en de investering is gering. Hoekzoeker heb ik ook altijd bij me. Zeker als je wat uit andere posities wil gaan werken of meer boven je wil kijken, is het heel makkelijk om een hoekzoeker te hebben. En ook in de interieurfotografie, waar ik vaak toch wat meer op buikhoogte werk, is het makkelijk om een hoekzoeker te hebben. Ja, mocht je natuurlijk een scherm hebben van je camera wat je kunt openklappen, kun je dat ook altijd gebruiken. Geen must, wel handig om te hebben, een Polarfilter om reflecties weg te halen. Ja, soms is het natuurlijk gewoon juist leuk om ook van die reflecties gebruik te maken, maar steek het gewoon in ieder geval bij je. En een ND-filter, daarmee kun je dus, zeker als je bijvoorbeeld een gebouw in de buurt van water fotografeert, kun je die spiegeling heel mooi krijgen. En wat je hier op de foto ziet, door die wolken die ze streep gaan vormen, ja, komt toch het gebouw wat meer in de voorgrond tot uitdrukking. En dus meer ook om mee te spelen met zo'n neutral density filter. Geen must, als je hem hebt, leuk om mee te nemen en speel er ook vooral mee. Tips. Weet vooraf welk gebouw je gaat vastleggen. Het is altijd handig als je voor jezelf al hebt van nou jongens, ik wil daar naartoe en dat gebouw ga ik vastleggen. Wellicht kun je er al wel die gebouw op internet terugvinden en kun je al wat inspiratie op doen van nou, hoe ga ik aan de slag. Begin, einde of einde dag, 's avonds. Natuurlijk, dat zijn de mooie momenten om foto's te maken, maar u weet is het af en toe ook leuk om gewoon met keihard zonlicht en met harde schaduw dingen te gaan doen. Het is geen must, maar ja, het is eigenlijk wel vanzelfsprekend dat op die tijdstip je natuurlijk het mooiste licht hebt. Nou, we stonden ze net al bij stil. Kijk ook vooral naar lijnen en vormen. Om op die manier toch een artistiek beeld te gebruiken. Nou goed, polarisatie kun je inderdaad voor reflectievermindering gebruiken. En speel gewoon met perspectief. Loop om het gebouw heen, probeer verschillende standpunten om op die manier toch op een originele manier een architectuurfoto te maken. Diafragma om tot goede scherpte te komen, 11 tot 16. Uiteraard een laag ISO. Nou goed, hier heb je dus ook weer dat je dus eigenlijk gewoon altijd je statief ervoor moet gebruiken. In het interieur kan HDR erg interessant zijn en ook handig. Zeker wanneer je met hoge contrasten hebt te maken. Let op de correctiefilters in de nabewerking. Vaak als je met een groothoek lens werkt, kan je toch wel eens wat tonvormige afwijkingen hebben. En ja, de meeste fotobewerkingsprogramma's hebben toch wel lenscorrectiefilters waarmee je dat toch ook weer kunt corrigeren. En probeer in interieurfotografie je camera's op buikhoogte te houden en hem recht te zetten. De camera dan heb je eigenlijk zo min mogelijk vervorming wanneer je het interieur op de foto gaat zetten. Enkele beroemde architectuurfotografen. Nou goed, hier zie je een aantal namen staan. Ik heb ook links toegevoegd. Dus als je daarop klikt, dan ga je naar
Wikipedia of de website van die fotograaf. En kun je ook voorbeelden van hun bekijken. Hier nog een rijtje. Nou goed, ook een link naar de bron waar ik ze vandaan heb gehaald. Dan een top 5 architectuurfotografen van de tegenwoordige tijd. Nou goed, er zit ook een Nederlander tussen, Iwan Baan. En van deze fotografen wil ik jullie ook in de volgende sheets enkele foto's laten zien. Hier Iwan Baan. Nou goed, je ziet ook zelf in de architectuurfotografie dat mensen daar een toevoeging kunnen hebben. Nou, rechts een roltrap waarbij je ja, hele moderne gebouwen eromheen ziet en het toch een abstract en artistiek gebeuren vormt. Ook een hele andere manier van architectuurfotografie. Zwart-wit, hoge contrasten. Nou goed, in de rechtse foto zie je vooral heel veel patronen, prachtig gedaan. En links het gebouw ook echt keurig recht op de foto gezet. En ja, een heel bekend gebouw, maar toch op een originele manier op de foto gezet. En dat is toch hulde aan deze fotograaf. Interieurfotografie. Het ziet er heel eenvoudig uit, maar toch prachtig en artistiek op de foto gezet. En rechts een keuken op een mooie manier vastgelegd. Hier vooral patronen. En je ziet ook midden op de dag denk ik gemaakt met hard licht. En maar ook dat kan af en toe toch wel bepaalde effecten geven. Dus neem de tips in acht, maar het gaat toch vooral ook je eigen gang. En soms maak je de mooiste foto's door je juist niet aan de regels te houden. Maar gewoon lekker te doen waar je zelf zin in hebt. Bedankt voor jullie aandacht.